waren Sinterklaasfeest voor de mensen die onder het minima of op het minima leven. En dat houdt in dat deze kinderen komen naar ons toe op zaterdag 6 december om 3 uur. En dan gaan we allemaal leuke dingen met ze doen, onder andere pannenkoeken eten. Sinterklaas komt als het goed is ook. Piet komt zeker. En er wordt nog een verhaal voor ze verteld en aan het eind krijgen ze pannenkoeken. En ieder kind krijgt een cadeautje. De minima, hoe weet u wanneer iemand voldoet aan de minima? Wij gaan als eerste uit ook van een stukje eerlijkheid van de mensen. De mensen moeten zich van tevoren bij ons aanmelden. Wij zijn eigenlijk niet van plan om daar gemeentes of wat dan ook bij te vragen of naar een stadspas te vragen of wat dan ook. Want ook mensen met een koopwoning kunnen qua levensstandaard op het minima zitten. Doordat ze bijvoorbeeld een onverkoopbaar huis hebben en in een uitkering zitten of wat dan ook. Wij gaan uit van de eerlijkheid van de mensen en wij hopen dat dat niet misbruikt wordt. Waarom doet u als kinderdagverblijf mee aan deze actie? Omdat ik vind dat iedereen recht heeft op dezelfde dingen. Goede kleding en in dit geval ook op een Sinterklaasfeest. Want ook kinderen die in een minima leven willen graag Sinterklaas vieren en een cadeautje.